Oké, superpositie. Superpositie betekent je hebt meerdere bronnen, maar je mag alleen iedere keer met één bron werken. Als je met één bron werkt, moet je die andere bronnen uitschakelen. Dat is superpositie. Aangezien je hier twee bronnen hebt, ga je twee keer moeten berekenen. De eerste keer met de ene haal je die andere weg, de andere keer met die andere haal je die ene weg. We gaan doen A met die eerste bron. Die eerste bron en die andere heb ik weggehaald, dus zou hij eigenlijk dit moeten zijn, toch? Maar we weten, het heeft niet veel zin. Toch, het heeft niet veel zin. Je wil weten I, dus je noemt die, bij de eerste stap noem je hem voor het gemak IA. Gewoon door te kijken, wat is je IA? Wet van Ohm, toch? Want die IA is hier ook IA, hier ook, hier ook, hier ook, hier ook, hier ook. Is gewoon wet van Ohm, U gedeeld door R, U is 40, R is serie, optellen, 20 plus 30, 40 gedeeld door 50. Dus je hebt alvast een deel van je I, namelijk IA. Tweede stap, is de andere bron nemen en de ene bron uitschakelen. Kijk maar. Ik zou hier eigenlijk dit moeten hebben. Maar omdat het de tweede stap is, haal ik dit weg, krijg ik zo'n situatie. En hier een deel. Maar nog steeds die I. Diezelfde I hoor, maar nu noem je hem IB. Ga je dit opnieuw tekenen? Je ziet al die bron loopt zo. Dus we gaan zo tekenen. Zo, dan kom ik eerst een 50 tekenen. Dan zie ik dat hij zich splitst. Ene kant 20, andere kant 30. Hier ga ik hem splitsen. Hier, hier, ook gesplitst. Dan zie ik van die 20 en die 30 komen weer samen. Hier komen ze weer samen. Dan zie ik dat ze weer naar de bron gaan. Als het ware naar de start van de bron. En werkelijk, ze gaan inderdaad naar de start van de bron. Nou is die IB, deze dag, hij gaat als het ware mee met de bron. Kijk, hij gaat mee met de bron. Het is niet zo dat hij botst. Of tegengesteld is. Nee toch? Hij gaat mee. Dus zo weet je, oh, de richting is die kant. Dan gaan we nu IB berekenen op deze manier. CDR, Current Dividing Rule. Stroomverdelingsregel. Stroomverdeling. Gewoon stroomverdeling. Current Dividing. Of Current Divider. Current Divider zegt eigenlijk I 1 is I TRTRE. Dat is eigenlijk de regel. Nu ga je hem toepassen. Als je hem toepast, dan zeg je, maar nu is het IB. Dus als het IB is, is het 30. Toch? Want IB gaat door 30. Dan ga je kijken, wat is je IT? Omdat het serie is, IT is 2 hier, 2 hier, 2 hier, 2 hier, 2 hier. Totdat je gaat dividen. Hier gaat hij dividen. Dus dan krijg je IT maal RT, dit is die RT, totaal gedeeld door die R. Dan ga je die RT berekenen, 20 parallel 30. Gewoon invullen, substitueren. IT is je bron, RT heb je gevonden, die I, die R, waarover die I gaat, is 30. Dus nu heb je twee bronnen, twee waardes, dan moet je ze optellen. Was het min, dan had je 0. Was het min 0,4, dan had je 0,4. Was het min 0,6, dan had je 0,2. Begrijp je dat? Maar het is positief, dus je moet hem opstellen. Je hebt die 0 ampère.